kom vanuit Gelderland, uit de gemeente Apeldoorn. En vanaf het gehuchtje Woeste Hoeve. En voor het werk ben je naar Friesland gegaan? Voor de vrouw was het een gruw, want ze verstond geen Fries. Het huilen stond haar nader als het lachen, dat zal ik u wel vertellen. Ja, toen ze hier was, ze was direct lid van de gymnastiekclub. Ze gaf les, want ze was bezet van gymnastiek. Dus die vond haar plaatsje wel. Die vond het hier wel mooi. Gelukkig maar. Want anders kon er echt scheiding uit voortkomen. Je bent nou 96. Ja. Je hebt heel wat meemaken in het leven. Qua verorings, qua technieken, hè, de computer, ik zeg hem eens in. Ja, kijk, de vrouw die was wat vooruitstrevender als dat ik was. Ja, het laat maar, het zal mijn tijd wel duren. Nee, ze zegt, wij, iedereen die heeft een computer, wij moeten er ook in hebben. Nou, dan is het de derde of de vierde al die je gaat. Dat, ja, maar ik zou hem niet graag willen missen. Als je wat weten wil, hè? Google maar. Je vrouw is verstorven? Ja, ja. 7 jaar geleden, 6 jaar geleden. Ja. Ja. Ja, nabij eenzaam hoor. Ja. Als je nou geen lid zou zijn van zo'n biljartclub, dan zat je hier in huis. Ja, ik mag wel graag puzzelen, ik mag wel graag lezen. Maar je wordt eenzaam. Dat wil ik voorkomen. Gelukkig ben ik nog mobiel, dus ik kan er ook makkelijker naartoe. En je gebruikt de auto nog vaak? Alle dagen maar. Ik bedoel, als ik naar biljarten ga, dan moet ik de auto gebruiken. Ga ik naar een winkel, dan moet ik de auto gebruiken. En een visje kopen, even een harde griep. Nou ja, en ik heb familie in Apeldoorn wonen. Nou, daar ga ik ook regelmatig naartoe. Dat, ja. Het is mij wel dat zin. Ik zou het niet graag willen missen. Ik heb mijn rijbewijs tot 100 jaar. Dus blijf ik bejatten tot 100 jaar. Je rijdt nog best pittig. Dat spijt me, maar dat is mijn rijstijl. Altijd een paar kilometer sneller als dat mag. Mijn grote vriend. Wij zijn de beste vriend voor het leven. Dit is mijn allerbeste vriend van de biljarten. Ja? Ja. Alsjeblieft, dankjewel. Dat heb je als je die leeftijd bereikt. Ja, maar dit doen ze wel. Ze doen alles voor je. Ja, dat ja. Ja, ik wil net blijven met huis, kan maar verder gaan. Mooi werk, hè? Mooi werk, dit theater. Ja, wat is er zo mooi aan dan? Nou, de spanning die je dan hebt van... Krijg je nou een balletje om te maken of krijg je niet? Want het is een hele beste jongen, maar hij geeft weinig weg, hè? Hij houdt helemaal geen rekening met mijn leeftijd, hè? De vereniging die heet niet voor niks natuurlijk. U is vertier, hè? Dus we hebben meer vertier dan dat om het winnen keert. Ja, ja. Ja, de warmcompetitie dan was heel serieus, want wij ben, Joop en ik spelen in de zees. Vrienden, die ben dik kampioen worden. Nou steken we weer Bob aan. Nee, we hebben een serieuze kandidaat. Ook dat is een kunst. We hebben precies aan elkaar gewaagd eigenlijk. Ja, echt weer. Maar hij was wel altijd natuurlijk, ja, echt. Maar op dit moment is het zo dat ik de meeste wedstrijden van hem win. Want hij had natuurlijk een handicap dat hij wat kwart is. Dus die lange band, hij kende naar Wiekel. En maar voor de rest, nee, en hij vindt het ook prachtig, nee, want hij wil het graag winnen en ik ook. Dus we houden de spanning erin. Drie banden. Ja, we moeten wat laten zien.